een Prio 1 buitenbrand. Zeer groot. Grote brand, heel grote brand. Omhangen, ademlucht. Oké, we gaan er weer uit. Prio 1 autobrand. Een mogelijke brand. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD hier van Ramor. En vandaag ga ik kapot met de brandweer. Met mijn vier collega's waarvan ik er maar twee zie. Of één zie. Hier zal waarschijnlijk één. Ja, oké, hoi. Vandaag met deze TS. Gesponsord door Hulpdiensten Benelux. Soort van gesponsord. Want ik had hem natuurlijk al, maar hier achter zaten normaal van die haspels of zoiets. En die zijn nu weg, dus kun je makkelijker bij de achterkant. Dus als je een clan zoekt, een leuke clan of zo, dan kun je eventueel terecht bij de Hulpdiensten Benelux. Voertuigcontrole, ja, hier hebben we alle spullen. Even kijken of de slang doet. Die doet het. Oh shit. Options. Zo. Iedereen moet me met rust laten. Het is de 3031 van Maastricht. Staat er ook bovenop. Alleen de werkverlichting zit in de weg. Dat maakt allemaal niks uit. Nou, je kunt alles apart bedienen, zeg maar. Oranje achter. Luiken dicht. Ik weet niet of die werkverlichting wel aangaat. Nou ja, zeker gaat die aan. Zo. En dan gaan we nu wachten op een melding. En wanneer die komt, dat weten we niet. Maar we horen hem wel binnenkomen, als het goed is. Vier kazernalarm. Die kennen jullie inmiddels wel. Ja, het is natuurlijk een beetje een fictieve TS. Want de 3031, voor de mensen die hem kennen, dat is normaal een Mercedes. AT3. En die zit wat anders in elkaar. Maar ja, wel ongeveer zo. Ongeveer zeg ik, niet helemaal nogmaals. Maar ja, weet je, gewoon leuk. Daar hoor ik iets. Wat hebben we? Een appartementbrand. Mooie melding voor mij geloof ik. Heren, iedereen alvast omhangen. Oh shit, ik moet die aannemen. Zo. Heb geluk. Dat is geluk. Iets is ter plaatse. Iets is al ter plaatse. Nou, allemaal instappen. Is niet heel ver. Ik zie niks voor mij. Gaan we ervan uit dat er ook niks staat. Ja, dat is brand. Oh, welkom user. Ik zit in de AFK nog. User left your channel. Oh, over deze staat hier. Kunnen we hier naar binnen? Gaat dat open? User joined your channel. Nee. We komen naar binnen. Oké, dan gaan we hier voor opstellen. Neem ik aan. Dus gaat deze deur. Ik zet hem even snel voor.
Oké. Okay. Ik ga ademlucht omhangen. En naar binnen. Zou hier brand moeten zijn. Oh, een kleine brand. Brandmeester. Niemand verder in het pand aanwezig. Lijkt niet echt veel schade te zijn. Hier een klein vlekje, maar dat kan ook door het water komen. Dus ja, hier nog even kijken, dan weten we zeker dat hier niemand binnen was. Daar kunnen we niet naar binnen. Dus niemand aanwezig. Wij weer retour kazerne, einde melding. 10-4. Thanks, friend. User disconnected from your channel. Ik mis één iemand. Die is verdwenen. Ja, maar ze drietjes verder allemaal geen probleem, joh. Doen we niet moeilijk over. Attention all units. Naar buiten brand. Census reporting a possible fire on Little Bighorn Avenue. Units respond code 3. Oh. Een prio 1 buiten brand. Roger that. Een tweede TS of iets al ter plaatse. De HV is ter plaatse. Maar ja, goed, dat zou een possible fire zijn, wel prio 1. Dat is een prio 1 brand. Oh shit. Prio 1 brandgerucht. Maar ik zie niks. Zou hier binnen moeten zijn. Nou, kan aan mij liggen, maar ik zie hier geen brand gelukkig. Dus ja. Einde melding, ook deze. Retour kazerne, let's go. AC-3031, alles onder controle, geen gewonden, geen brand, wij zijn weer footsie. Terug op de kazerne met z'n viertjes weer. Mooi. Ik hoop niet dat jullie de muziek op de achtergrond horen. Ik namelijk wel. Maar dat is wel fijn, gewoon lekker tijdens de opnames wat muziek. Als jullie daar geen last van hebben. Sorry als jullie er wel last van hebben. Maar het is toch voor de stiltes, voor het wachten, gewoon lekker wat muziek. Maar dat horen jullie denk ik niet. Dus,
Kom meteen weer een melding binnen. Attention, appartement brand, op principe dezelfde plek, want daar hebben we natuurlijk niet... nee, dat is daarachter. Kunnen we niet zien. Nee, we zien niks. Boys, omhangen. Instappen. De deur gaat wel vanzelf dicht. Of niet? Eén deur wilt niet dicht. Nou, dan gaan we met die deur open gaan we alsnog gewoon uitrukken. Kan gewoon allemaal hier. Oh, grote brand. Yo. Zeer groot. Zeer groot, zeer groot, zeer groot. Grote brand, hele grote brand. Omhangen, ademlucht. Begint te spuiten. Oh shit, vergeten. Alles onder controle. Die boom staat in brand, joh. Kijk, ga het hier. We zijn buiten en we zien al niks meer. Ik weet niet of het zo verstandig is om naar binnen te gaan. Oké, we gaan weer iets. We krijgen weer wat zicht. We gaan ook meteen zoeken naar slachtoffers. Jullie gaan gewoon lekker zonder ademlucht naar binnen, jongens, tuurlijk. Dat is geen vuur. Hier is geen vuur. Ja, dat vind ik wel goed. Nou, we kunnen wel stellen, brandmeester, hier is nog wat rookontwikkeling, ik weet niet waardoor het komt. Ah, deze kamer geloof ik. Nee. Ergens fikt het nog een beetje, maar waar? Zo. Nu wordt het allemaal weer licht, duidelijk, mooi. Buiten vind ik toch nog iets. Pas als alle rook weg is kun je stellen tot het, of als alle brand weg is, weet je dus dat alle rook weg is, weggaat. Dus als alle rook weg is, weet je dat alle brand weg is. Snappen jullie hem nog? Ik wel. Maar waar zit dat vlammetje wat wij niet zien? Zit te zien ergens buiten. Maar goed, hier gaan we natuurlijk geen uur naar zoeken. We doen gewoon een end call uit en alles gaat uit. Thanks, buddy. Hoop ik. Nee, dus. Nou, gaat vanzelf uit.
We gaan in ieder geval snel terug naar de kazerne, want we moeten wel bijvullen denk ik. Ik denk dat we veel water hebben gebruikt. Nou, we kunnen nog wel wat water. Oh godje, jullie gaan eens. Misschien kunnen jullie het wel doen. Nee, ze zien ook geen vuur meer. Kom maar. Daar misschien rennen zij dan al. Dat had ik de volgende, dat had ik moeten doen. Dat kan ik de volgende keer doen. Zij rennen altijd met die brandblusser wel op de onzichtbare brandjes af die ik niet kan zien. Dus als, als je ooit eens deze mod speelt, ook al is er niemand te downloaden. Ja, jullie zijn allemaal zo zielig, want ik krijg honderdduizenden vragen waar die mod is en toen je hem niet kunt downloaden, maar maakt niks uit. Maar als je hem dus wel kunt spelen en ooit speelt en je komt echt niet wijs uit waar nou dat laatste vlammetje zit waardoor al die rook zoals je die ziet nog blijft, moet je gewoon even de collega's met een fire extinguisher of zo erop afsturen. En wat je dan, ik denk het niet de kameraad, wat je dan ja, dan is alles opgelost. Maar als je de melding afsluit en dan dat besluit te doen zoals ik net deed, dan gaat dat niet werken. Ja, ik snap niet waar we nu allemaal op wachten, dus ik steek gewoon over. Nee, de deur is dicht. Of is straf? Nee, dicht. Nee. Ja, oké, okay, neem ik aan, maar even bij willen. Oké, okay, we gaan er weer uit. Prio 1, autobrand. Oh. Zo! Huh? Sorry mevrouw. Ik dacht eigenlijk echt dat ik daar perfect doorheen manoeuvreerde. Maar blijkbaar raakte ik toch die auto. Nee, wat... Vriend, ik beuk gewoon hoor met mijn TS. Als ik hem niet raak, ik snap dat niet. Wat was de melding alweer? Ah ja, voertuigbrand. Ik ben benieuwd wat voor een voertuig het is, want je ziet die gekste dingen. Hij spant gewoon een random voertuig in, dus het kan net zo goed een boot zijn. Of een brandweerauto. Ik weet niet wat een fik staat. Maar ik kan me niet voorstellen dat al deze auto's zijn opgeroepen voor die voertuigbrand. Dus het is ofwel TS, ofwel de AV, ofwel de autoladder. Maar ik zie in ieder geval geen voertuig. Ik denk dat de TS vlam heeft gevat. Zo te zien dat er niemand in zit, alles staat open. Maar goed. We gaan er afronden. Want we moeten wel anders gaan doen. Ik heb geen zin in al die sirenes en toeters en als er toch geen brand is, wat moeten we hier dan, joh? Attention all units, citizens report a possible fire on El Rancho Boulevard, units respond code 3. Laatste melding van vandaag, daar gaan we, oké. Okay. Een mogelijke brand. Roger that.
Ik zie jullie daar zo meteen. Ja, ik blijf wel praten, maar... ik blijf wel rijden, maar niet praten. Tenzij er iets gebeurt onderweg en ik moet weer iemand uitschelden ofzo. Maar dat doe ik nooit, dus kalm, kalm. Naast de andere kazerne zou dus een possible fire, of tegenover, possible fire. Ik ben benieuwd. Ik zie nog niks. Oh ja, ja, tuurlijk. Ik ga ook niks zien denk ik, zo. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval. Ja, loos. Alleen maar mooi. Iemand dacht dus brand te zijn, te hebben gezien. Een brandgerucht is wederom of geroken. Niks waargenomen door ons. Dat betekent dat wij retourkazerne gaan. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. LSPD ervaren, als het goed is. Ja, tot dan. Doei.